ja, het Alma Inlopershuis is voor mensen met kanker. Dus ik neem aan dat jij daar ook bekend mee bent. Ja, ook onder andere met kanker, maar ook in eerste instantie ben ik gekomen door hartproblemen. Door dus mijn eerste vraagstelling toen, destijds 2 jaar geleden, in het inlopershuis, Alma Inlopershuis. Ik ben wel onder behandeling nog in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Ik heb keelkanker. En daar hebben ze dus die nieuwe bestralingstechnieken. Ja, en daar sta ik nog wel voor onder behandeling. Aankomende woensdag moet er zelfs weer naartoe. Ja. Als je de eerste keer hoort dat je... Ik had het gisteren nog met iemand over, toevallig in het Alma Inlopershuis. Als je de eerste keer hoort dat je kanker krijgt, willekeurig waar je die kanker krijgt, dan is dat een klap. Maar dan hou je met 2 dingen bezig. Of het is te genezen, of je gaat dood. Het is niet te behandelen. Het moeilijkste van het Alma Inlopershuis is, ik zeg altijd van, de deur staat altijd open, van 10 tot 4 even gemiddeld genomen. Maar het moeilijkste is om die denkbeeldige drempel over te gaan. Want als je het Alma Inlopershuis binnenstapt, dan geef je dus voor jezelf toe dat je een ernstige ziekte hebt. Want anders stap je daar niet naar binnen. Je gaat niet met een gebroken enkel of zo naar het Alma Inlopershuis. Nou, en dat is het moeilijkste. Maar als je dan 1 keer daar naar binnen bent gestapt, ja, dan merk je dat je dus in het stiltecentrum bijvoorbeeld, of met mensen die ook kanker hebben, met lotgenoten. Lotgenoten, dankjewel. Met lotgenoten kunt praten over jouw ziekte. Ik heb iemand meegemaakt die had ook larisch schildkanker. En die kwam dus altijd mensen in het leven tegen. Die was een dame in dit geval, maar die borstkanker had of weet ik veel. Dus ze kon nooit over haar eigen soort, ja, kanker, zeg maar, praten. Nou, en ik was daar toevallig. En zij was er ook met haar man. En ze was echt, bij wijze van spreken, dolgelukkig dat ik daar was. Dat ze eindelijk iemand tegenkwam met wie ze daarover kon praten. Ja, en dat gebeurt natuurlijk ook. 2021. In 2019, zeg maar, hadden we, lunchbijeenkomsten. Nou, dat was echt, dat was gewoon echt zo mooi. Want je bent met allemaal dezelfde, hè? Iedereen heeft kanker, zijn dus lotgenoten. En je zit gewoon tussen haakjes heel gezellig te eten met elkaar. En je hebt het eens een keer, weet ik waarover. Maar ja, het is geweldig.